Het kan zijn dat je cardiotrainingen doet puur voor je plezier. Maar wat Inge en ik meestal horen is dat heel veel mensen cardiotrainingen doen met een specifiek doel voor ogen. Zij het een bepaalde prestatie neerzetten op een 5, 10 of een 20 kilometer of gewoon een volledige marathon zelfs. Of mensen hebben het doel om relatief veel vetten te kunnen verbranden tijdens hun cardiotrainingen. Nu, herken jij je in één van die twee situaties? Wel, dan is deze video zeker iets voor jou, want we gaan na de intro bespreken hoe koffie, en meer bepaald cafeïne zelfs, ervoor kan zorgen dat je je prestatie zal kunnen verbeteren, maar het zal er ook voor kunnen zorgen dat je meer vetten gaat verbranden tijdens je cardiotrainingen. Maar eerst en vooral dus de intro. Hallo, mijn naam is Koen en op dit kanaal FitFacts proberen we om jouw veelgestelde vragen rond fitheid en gezondheid te beantwoorden. Maar op dit kanaal geven we ook workouts mee, dus is dit iets waarvan jij nu denkt, wauw, hier wil ik zeker van op de hoogte blijven, abonneer je hieronder zeker op ons kanaal. Maar nu eerst terug naar onze cafeïne of koffie en cardiotrainingen. Zoals je misschien nog weet uit vorige video's, en als je die niet gezien hebt, die link ik hier, weet je dat je lichaam verschillende energiebronnen gebruikt om daar inspanningen te kunnen leveren. De twee belangrijkste zijn vetten en koolhydraten. En als je het een beetje kort uit de bocht ziet, als je een inspanning doet aan een lage intensiteit, gaat je lichaam eerder vetten gaan verbranden om haar energie uit te halen. En stijgt de intensiteit van je inspanning verder, dan gaat je lichaam meer en meer overschakelen op het verbranden van koolhydraten, omdat het uit koolhydraten veel sneller energie kan halen. En tijdens een hoge inspanning heeft je lichaam heel snel heel veel energie nodig. En met koolhydraten gaat het dus veel beter lukken dan moest je lichaam dit op vetten doen. Als je dan een inspanning doet aan een relatief lage intensiteit, zoals de meeste cardiotrainingen wel zijn, wel, dan gaat je lichaam dus vooral vetten verbranden. Maar je lichaam gaat niet vanaf die eerste seconde een vetverbranding hebben die op volle toeren draait. Nee, je lichaam heeft een bepaalde tijd nodig om die vetverbranding op volle toeren te kunnen laten draaien. En meestal is dat zo'n 30 minuten. Nu, 30 minuten is relatief lang en dat wil dan ook zeggen dat je minstens 30 tot 40 minuten aan cardiotraining moet doen voor je vetverbranding toch een kleine duur aan volle toeren heeft kunnen draaien. Wil je dit echter korter maken, dan is het drinken van koffie of het innemen van cafeïne iets wat jou kan helpen. Nu, even kort, cafeïne is het actieve bestanddeel in koffie dat ervoor gaat zorgen dat je minder moe wordt en dat je dus actiever bent. En cafeïne stoppen ze ook heel vaak in van die energy drinks. Ik denk toch dat dat energy drinks genoemd wordt. Zoals Red Bull of... Nu is Red Bull het enigste waar ik op kan komen, maar je hebt er dus nog veel meer. Het drinken van koffie of het innemen van cafeïne gaat ervoor zorgen dat je vetverbranding veel sneller op volle toeren zal draaien. Dus het zal niet langer meer 30 minuten duren, maar het zal eerder een 25 à 20 minuten duren voor je vetverbranding op volle toeren draait. Nu, naast koffie drinken of cafeïne innemen, kan je ook op nuchtere maag gaan trainen. Dat wil zeggen dat je niet gaat ontbijten voor je gaat lopen, dus dat je gewoon rechtstreeks uit je bed springt en je cardiotraining gaat afwerken. En ook dat gaat ervoor zorgen dat je veel sneller je vetverbranding op volle toeren zal kunnen laten draaien. Combineer je op nuchtere maag trainen en koffie drinken, wel, dan ga je een klein gecombineerd effect hebben en dan zal je vetverbranding veel meer naar de 20 minuten al op volle toeren aan het draaien zijn. Als je dan een duurloop doet van, of een cardio-sessie van 30 minuten, wel, dan heb je 10 minuten met een vetverbranding, een cardiotraining gedaan die op volle toeren draait. Doe je helemaal niets van nuchtere training of koffie drinken, wel, dan gaat dit pas na 30 minuten het geval zijn en dan ga je maar 1 of 2 minuten een vetverbranding hebben die op volle toeren draait. Wat dus wil zeggen dat je lichaam uiteindelijk veel minder vetten zal verbrand hebben dan wanneer je wel koffie gedronken zal hebben en... wanneer je wel op nuchtere maag getraind zal hebben. Nu je dat weet, zit je misschien nog met een vraag: hoeveel koffie of hoeveel cafeïne moet ik dan juist innemen? En hoeveel voor ik mijn cardiotraining doe, moet ik dat dan juist gaan innemen? Nu, wat dat laatste betreft, als je koffie drinkt, doe je dit best ongeveer een uur voor je cardiotraining, omdat het ongeveer een uur duurt voor... die cafeïne actief is in je lichaam. Wat de hoeveelheid koffie of cafeïne betreft, vond ik niet echt terug hoeveel je nu net moet innemen om die vetverbranding sneller op volle toeren te kunnen laten draaien. Maar ik heb al andere dingen gevonden en dat brengt mij bij hoe koffie of cafeïne je prestatie kan helpen verbeteren. Koffie en cafeïne kunnen dus je prestatie verbeteren. Niet alleen duurprestaties zoals wielerwedstrijden of loopwedstrijden van lange duur, maar Koffie kan er ook voor zorgen dat je reactie verbetert en dat dus sporten zoals bijvoorbeeld sprinten, waarin reactie heel belangrijk is, dat je daar je prestatie in kan verbeteren. Nu, om daar je prestatie te verbeteren moet je ongeveer 2 milligram cafeïne per kilogram lichaamsgewicht innemen. En dan gaat die koffie en die cafeïne ervoor zorgen dat je alertheid verhoogt, waardoor je veel beter en veel sneller gaat kunnen reageren op bepaalde visuele of auditieve cues, zoals bijvoorbeeld een startschot. Maar dat vinden jullie natuurlijk net iets minder interessant, want jullie willen weten hoe koffie en cafeïne je prestatie voor een lange duursport zoals lopen of fietsen kan verbeteren. Dit doet het op een vrij gelijkaardige manier als dat het je zal helpen om meer vetten te kunnen verbranden. Want zoals ik daar net al zei, als je helemaal niets doet van koffie drinken of op nuchtere maag trainen, dan zal het ongeveer 30 minuten duren voor je vetverbranding op volle toeren draait. Nu, in die 30 minuten voor je vetverbranding op volle toeren draait, moet je lichaam haar energie uit een andere bron gaan halen, omdat de vetverbranding niet de volledige behoefte aan energie van je lichaam kan bevredigen. In dat half uur zal je lichaam dus ook koolhydraten gaan verbranden tot je vetverbranding op volle toeren draait en dat je lichaam alleen verder kan op het verbranden van vetten. Als je koffie gaat drinken voor je duurwedstrijd, bijvoorbeeld wielerwedstrijd, loopwedstrijd, whatever, wel dan gaat dit ervoor zorgen dat je niet pas na 30 minuten, maar eerder al na 25 minuten of een dikke 20 minuten je vetverbranding op volle toeren zal draaien. Wel, dat bespaart je 10 minuten van koolhydraten die je anders zou gebruikt hebben om je vetverbranding volle toeren te kunnen laten draaien, die je later in de wedstrijd wel zal kunnen gaan gebruiken om bijvoorbeeld een eindsprint in te zetten. En dit zal er dus uiteindelijk voor gaan zorgen dat je een betere prestatie zal kunnen neerzetten. Nu dan rest hier dezelfde vraag als bij de vetverbranding. Hoeveel moet je innemen en hoeveel voordat je gaat je wedstrijd doen moet je gaan innemen? En hier ga ik het natuurlijk wel kunnen beantwoorden, want hier heb ik wel teruggevonden hoeveel je nu net moet gaan innemen. Dus, om je duurprestatie te gaan verbeteren, moet je ongeveer 5 milligram cafeïne per kilogram lichaamsgewicht gaan innemen. Voor iemand zoals mij met een lichaamsgewicht van 75 kilo wil dit zeggen dat ik ongeveer 375 milligram aan cafeïne moet gaan innemen voor mijn wedstrijd, voor ik die prestatieverbetering zal kunnen ervaren. Nu, 375 milligram, geen kilogram, komt ongeveer overeen met 3 tassen filterkoffie. Nu, 3 tassen filterkoffie is vrij veel om te gaan drinken voor je wedstrijd. En zeker als je niet graag koffie drinkt, is dat misschien niet iets wat je graag wilt doen. Nu, geen nood, want koffie is niet de meest efficiënte manier om cafeïne in je lichaam te krijgen. Zo kan je bijvoorbeeld cafeïnepillen gaan innemen. Wat is het voordeel aan cafeïnepillen? Wel, je hebt niet het diuretische effect dat koffie wel heeft. Diuretisch wil zeggen dat vochtafdrijvend gaat werken en dat je dus vrij veel naar het toilet zal moeten gaan. En cafeïnepillen hebben dit niet. Het gaat wel ongeveer even lang duren eer de cafeïne in je systeem is. Ongeveer 60 minuten, net zoals als je gewoon koffie zou drinken. Maar je hebt dus niet dat vochtafdrijvende waardoor je veel naar het toilet zal moeten gaan. Daar is het toilet trouwens, vandaar dat ik naar daar wijs. Er is nog één betere optie dan cafeïnepillen of koffie drinken. En dat zijn cafeïne-kauwgommen of cafeïne-chicken, zoals ze wel eens in het plat zeggen. En het voordeel hieraan is dat je veel minder tijd nodig hebt om de cafeïne in je systeem te krijgen. In plaats van de 60 minuten die je nodig hebt bij cafeïnepillen of koffie, duurt het maar 30 minuten bij een cafeïne-kauwgom om de cafeïne in je systeem te krijgen. Dus je gaat veel sneller het effect van de cafeïne hebben. En net zoals bij de cafeïnepillen heb je ook niet dat vochtafdrijvende diuretische effect. En ga je dus ook helemaal niet constant naar het toilet moeten lopen. Nu, er is echter wel één groot nadeel aan het innemen van cafeïne of het drinken van koffie. En dat is de gewenning. Je lichaam wordt namelijk gewoon aan het effect van die cafeïne. Daarom raad ik aan dat als je cafeïne gebruikt om je vetverbranding te verhogen, dit niet elke keer te doen, maar hoogstens 1 keer per week. Om zo voor een bepaalde training je vetverbranding te kunnen verhogen. Neem je cafeïne of drink je koffie om je prestatie te verbeteren, dan kan je dit wel elke wedstrijd doen, maar ik zou dit zeker niet voor trainingen gaan doen en het puur houden voor wanneer je een wedstrijd hebt. Oké, dat zal het zijn voor deze video. Ik hoop dat je nu perfect weet hoeveel koffie je mag drinken, zij het voor je prestatie te verbeteren of om je vetverbranding te verhogen. Heb je nog vragen? Stel ze zeker hieronder in de commentsectie. Inge en ik beantwoorden ze met heel veel plezier. Vond je het een leuke video? Klik dan ook zeker op die thumbs up. En als je op de hoogte wil blijven van alle video's die nog gaan uitkomen, abonneer je dan zeker op ons kanaal. Ik zie jou terug volgende keer in een nieuwe video. Bye bye.